The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Goedemiddag allemaal en van harte welkom bij het Altus Go webinar over rapportages op instapniveau. We wachten nog even totdat een aantal mensen zijn ingelogd en we gaan met een minuutje of wat van start. Dus stay on the line. Volgens mij kunnen wij van start gaan. En dan hoop ik dat Janine er ook bij is. Tromgeroffel, ladies and gentlemen, Janine Niemoor. Nou, perfect. Ja. Van start gaan, Janine. Ja, laten we het doen. Misschien even voor degene die na het luisteren handig om te weten. Mocht je een vraag hebben, stel die ook vooral even in bij de vragen. Ja. Questions. En dan hou ik ze in de gaten. Bastiaan zal zijn verhaal gaan doen. En zie ik een vraag die ik even in de groep wil gooien, dan zal ik Bastiaan even onderbreken. En zorgen dat jullie antwoord krijgen op jullie vragen. Nou, hartstikke mooi. Eigenlijk hadden we nu mee moeten klikken van vraag tijdens het webinar chatpaneel. Oh nee, dus niet het chatpaneel. Het vragenpaneel aan de rechterkant. Dit moet ik nog aanpassen. Excuus. Dus aan de rechterkant in het vragenpaneel. Op het moment dat jullie... we kunnen ons indenken dat jullie bepaalde vragen hebben tijdens dit webinar die niet tijdens het webinar beantwoord kunnen worden. Mocht dat nou het geval zijn, stuur vandaag of morgen een mailtje naar het e-mailadres gowebinar@altus.nl en dan komen we even per mail er bij jullie op terug. En op het moment dat jullie leuke, grappige of originele feedback hebben, dan vinden we het altijd ook heel erg leuk als jullie een tweetje sturen met hashtag AltusGo. Van start dan maar. Waar gaan we het dit webinar over hebben? We gaan het dit webinar hebben over rapportages. En omdat er heel erg veel te zeggen is over rapportages in AltusGo, hebben we het opgesplitst in een webinar op instapniveau en een webinar op gevorderde niveau. Nou, dit is het webinar op instapniveau. We gaan ervan uit dus dat je niet heel erg ervaren bent met het maken van rapportages in Go. Als dat het geval is, dan ben ik bang dat we heel veel open deuren gaan ingooien, openen of hoe je dat ook noemt. Dit is dus puur een kennismaking met wat is er in de basis allemaal mogelijk qua rapportages in AltusGo. En op een later moment hebben we ook een gevorderde webinar, maar daar vertellen we over het op het einde waarschijnlijk nog wel even wat over. Wat gaan we in dit webinar bespreken? Nou, in de basis beginnen we eventjes met rapportages in Go. Hoe zijn ze? Waar kan je ze vinden? Wat is de structuur van rapportages en dat soort zaken? Vervolgens ga ik jullie meer vertellen over wat voor soorten rapportages er allemaal zijn. Dus op wat voor zaken kan je allemaal rapporteren. Nou, dan gaan we eigenlijk aan de slag met het maken van een rapportage in AltusGo. Dus hoe stel je nou de basisinstellingen in een rapportage, dat die in ieder geval een grafiekje toont met de gegevens die je hopelijk wil hebben. Nadat we dat hebben gedaan, gaan we door een aantal voorbeelden heen lopen van nou, wat voor een handige rapportages kan je nou in Go maken. En aan het einde gaan we nog even kijken naar een aantal extra features die je hebt bij het maken van rapportages. Dat is de inhoud. Janine, voor nu al toevoegingen, aanvullingen, vragen, ander soort zaken? Nou, in ieder geval zijn er nog geen vragen binnengekomen. En ik denk dat we gewoon van start moeten gaan. Okay. Het vanzelf, denk ik. Nou, top. Laten we dat doen.
Dan beginnen we met, voor mensen die nog niet eerder een webinar van ons hebben gevolgd. Meestal doen we de webinars naar aanleiding van een klein stukje theorie. Dus nou, dit is de PowerPoint sheet met de theorie. En schakelen we daarna heel snel over naar de praktijk. Waarbij we echt het OtoGo-systeem gaan openen en je dingen laten zien. En vervolgens bij het einde van ieder hoofdstukje, om het zo maar even te zeggen, dan gaan we jullie vragen beantwoorden. Eerste, wat zijn nou rapportages in Go? Waar kan je ze vinden? Nou, er is een separate rapportages module die je in je modulenlijst kan hebben, maar je kan rapportages ook terugvinden op je dashboard. Ik zal ze vandaag eventjes kort laten zien. Hoe je ze in het dashboard inricht, dat komt echt bij het gevorderde webinar aan de beurt. Maar ik ga in ieder geval laten zien dat dus je de rapportages in het dashboard kan zien. Nou, voor rapportages kan je bepaalde rechten hebben. Het minste aantal rechten wat je kan hebben voor de rapportages is geen. Dan zie je gewoon helemaal geen rapportages. Je kan ook mensen rapportages of rechten geven om rapportages in te zien. Die kunnen er dan een beetje mee spelen, maar die kunnen zeg maar niet de hele structuur om waar helpen. En je hebt recht om ze in te zien en ook daadwerkelijk te bewerken. Nou, dan qua structuur. Hoe zien die rapportages eruit? We hebben rapportagegroepen, wat een soort van hoofdrapportages zijn. En daaronder hangen rapportagepagina's. Ik ga jullie laten zien hoe dat eruit ziet en hoe je die rapportagegroepen en rapportagepagina's aanmaakt. Nou, snel tijd om van de theorie over te stappen naar de praktijk. En dat is dit. Ik ben ingelogd in een demo-omgeving van AltusGo. Dus het nadeel daarvan is, er komen niet de mooiste rapportages uit, want er gebeurt niet zo heel erg veel. Maar het geeft je in ieder geval wel een goede indruk van wat er mogelijk is. In deze demo-omgeving heb ik verschillende dashboards ingericht. Ik heb hier een dashboard 1 en als ik hierop klik, dan heb ik een dashboard 2. En zoals je ziet, in die dashboards is het mogelijk om rapportages te tonen. Die rapportages die kunnen verschillende tapjes hebben. Dus dat je als gebruiker zijnde direct geconfronteerd wordt op een hopelijk positieve manier met wat je performance is. Nou, we gaan in het volgende webinar meer vertellen over hoe je dit soort rapportages helemaal in je dashboards kan embedden. Dat als iemand inlogt dat hij meteen mooie rapportages ziet. In dit webinar gaan we ons voornamelijk richten op de rapportages module. Want als ik aan de linkerbovenkant op de Otus knop klik of op het Otus logo klik, dan krijg ik een lijst met modules te zien. En hier staat hij al heel prominent, de rapportages module. Nou, als ik die rapportages module open, dan krijg ik mijn rapportages te zien. Als je deze module nou opent en je ziet helemaal geen enkele rapportage staan, het is echt angstvallig leeg, dan zijn er gewoon nog helemaal geen rapportages ingericht. Maar dat zou eigenlijk niet mogen kunnen, want bij de meeste klanten waar wij Go implementeren, zorgen we ervoor dat, dat er in ieder geval een aantal standaard rapportages voor je zijn ingericht. Ik heb als gebruiker nu bovenin een knop pagina toevoegen. Ik heb hier een knop een nieuwe rapportagegroep. Ik heb aan de rechterbovenkant bewaren en verwijderen knoppen. Dit heeft te maken met rechten. Dus op het moment dat een gebruiker helemaal geen rechten heeft voor de rapportagemodule, dan ziet hij geen rapportagewidgets, dan ziet hij geen rapportagemodule in de lijst met modules en kan hij dus niks met betrekking tot rapportages. Op het moment dat een gebruiker alleen maar recht heeft om rapportages in te zien, dan ziet hij wel die module, dan ziet hij wel die widgets, maar dan heeft hij bijvoorbeeld niet bovenin een toevoegen knop en hier een pagina toevoegen knop. En aan de rechterbovenkant die verwijderen en die bewaren knop. En op het moment dat je wel de volledige rechten hebt, dan heb je wel al die knoppen tot je beschikking. Nou, aan de linkerkant van je rapportagemodule zie je de rapportages die beschikbaar zijn. En zoals gezegd is er een structuur met rapportagegroepen en rapportagepagina's. Ik zie hier dat mijn rapportagegroep is standaard rapportage en mijn rapportagepagina is nieuwe kandidaten. Zo'n rapportagegroep toont je wat algemene gegevens over de zaken waar je op aan het rapporteren bent. In mijn standaard rapportage zie ik bijvoorbeeld dat we afgelopen maand 32 vacatures hadden en dat er 21 meer waren dan de maand ervoor. Ik zie dat er deze maand pas 3 vacatures zijn, dat er vandaag 1 vacature is en soortgelijke gegevens over kandidaten. Het wordt pas echt leuk op het moment dat je naar een specifieke rapportage toe gaat. Want als ik aan de linkerkant op nieuwe kandidaten klik, dan krijg ik echt een grafiekje met het aantal nieuwe kandidaten. En in dit geval het aantal nieuwe kandidaten van deze maand. Of van dit jaar eigenlijk zelfs, van dit jaar. Nou, als ik zo'n nieuwe rapportagegroep wil aanmaken, dus ik wil zeg maar een nieuw kopje gelijk aan standaard rapportage en nieuwere kandidaten per doelgroep en overige rapportages, dan klik ik bovenin op het plusje nieuwe rapportagegroep. Ik geef mijn rapportagegroep een naam, bijvoorbeeld rapportages
webinar 0800. Dan druk ik op een verkeerd knopje. 0803-2018. Klik op de knop toevoegen. Nou, vervolgens heb ik die groep aangemaakt. Ik zie hem ook hier aan de linkerkant. Wat ik hier nog wel even moet aangeven is op welke gegevens wil ik rapporteren. Daar ga ik zo meteen meer over vertellen. Maar stel ik wil hier rapporteren op relaties. Dan klik ik even op bewaren. Dat is mijn groep nu aangemaakt. Als ik in een groep een pagina, een rapportagepagina wil hebben, dan open ik de groep. Nou, ik zit dus nu al in de groep, maar stel ik wil onder standaard rapportages een nieuwe pagina toevoegen. Of wil onder overige rapportages een nieuwe rapportage toevoegen. Dan open ik dus die groep overige rapportages en klik ik op de knop pagina toevoegen. En geef ik vervolgens de rapportagepagina een naam. Bijvoorbeeld voorbeeld rapportagepagina webinar 2018. Oh, ik ben er nu iets heel anders van aan het maken. 2000. Ja, hartstikke mooi. Klik op toevoegen. En nadat ik dat heb gedaan, dan ontstaat er dus een rapportagepagina. En dan ga ik zo meteen uitleggen hoe we ervoor kunnen zorgen dat er allemaal mooie gegevens in die rapportage terechtkomen. Janine, voor nu al vragen, opmerkingen of huishoudelijke mededelingen? Nou, op het moment is het nog heel rustig. Mm-hmm. Volgens mij is je informatie ook duidelijk. Ik luister natuurlijk mee en ik kan hem goed volgen. Maar okay. Inderdaad, er zijn ook nog geen vragen. Oh, ik zie inderdaad hier een vraag binnenkomen. Maar die zal ik wel eventjes beantwoorden persoonlijk. Ik denk dat dat handig is. Ja. Dus ga vooral even lekker door. Nou, hartstikke mooi. Dan ga ik dat vooral even lekker doen. Hartstikke mooi. Al die rapportagegroepen en die rapportagepagina's. Maar wat kan je er nou mee? Wat voor soorten rapportages heb je nou in Go? Je hebt er behoorlijk wat. Ik ga nu niet door alle mogelijke rapportages met alle mogelijke opties heen lopen. Want dan zijn we volgens mij morgenochtend om 9 uur nog steeds bezig. Ik hou me eventjes op hoofdniveau. Dus op welke hoofdzaken kan je rapporteren. En dan ga ik straks met de voorbeelden van rapportages wat hele specifieke voorbeelden geven. Waar kan je allemaal op rapporteren? Je kan rapporteren op activiteiten. Voor de personen die dat niet weten, we hebben in Otis Go een aparte activiteitenmodule waarmee je heel goed commerciële activiteiten kan registreren. En als je wil rapporteren op die commerciële activiteiten, dan kan dat dus in de rapportagesmodule. Je kan ook rapporteren op agendaafspraken. Ik kan me indenken dat zeg maar rapporteren op alle agendaafspraken. Wie heeft de meeste agendaafspraken? Dat kan misschien leuk zijn, maar niet heel erg nuttig. Maar een van de rapportages, of eigenlijk de rapportage die daar het meest interessant is het aantal agendaafspraken met een bepaald type. Dus stel je zet een agendaafspraak in je systeem en je geeft vervolgens aan dat het een prospectbezoek is. Dus via type geef je aan dit is een prospectbezoek. Kan je rapporteren op hoeveel prospectbezoeken zijn er afgelopen maand, deze week, je kan ook rapporteren op contactpersonen, bijvoorbeeld op het aantal nieuwe contactpersonen in je database, spreekt redelijk voor zich. Dan kan je rapporteren op formulieren. Ook voor de personen die dat niet weten, in Otis Go zit een interactiesmodule waarmee je in staat bent om formulieren te maken. Die formulieren kan je onder andere gebruiken om een nieuwe kandidaat aan te maken, om een nieuwe vacature aan te maken, om een vacature te wijzigen. Nou, ik ga nu niet alles uitleggen over die interactiesmodule, maar als je denkt, hey, wij maken gebruik van die interactiesmodule, dan kan je er dus in de rapportagemodule ook op rapporteren. Nou, je kan uiteraard ook rapporteren op kandidaten en een hele hoop verschillende zaken van kandidaten. Lijkt mij verder redelijk duidelijk. Dan kan je rapporteren op notities. Lijkt eigenlijk heel erg op die agendaafspraken. Bij notities kan je namelijk ook een bepaalde typering opgeven. Bijvoorbeeld nadat je een prospect hebt gesproken, omdat je prospects aan het bellen bent, zet ik een notitie in mijn systeem met het type gespreksverslag prospects. En dan kan je vervolgens rapporteren op hoeveel personen, hoeveel gespreksverslagen met prospects hebben gezet in het systeem. Met andere woorden, hoeveel prospects er zijn, telefonisch zijn gesproken. Dan nog wat ik zelf ook een hele coole vind, is dat je kan rapporteren op opgeslagen zoekopdrachten. Dat betekent dat je een bepaalde zoekopdracht kan aanmaken in je systeem. En dat wij iedere nacht voor jou die zoekopdracht gaan uitvoeren en het aantal resultaten daarvan in de database opslaan. En dat je daarop kan rapporteren. Nou, dat klinkt heel erg abstract, maar ik ga hem eventjes wat concreter maken. Stel nou, je wil rapporteren hoeveel actieve kandidaten
kandidaten met mbo-niveau er in je database staan. Dat betekent dus dat je in je kandidatenmodule zegt, hey, maak een zoekopdracht aan alle actieve kandidaten met het label mbo-niveau. Nou, als je nu die zoekopdracht runt, dan komen er zeg maar wat 450 kandidaten uit. Wij gaan vervolgens iedere nacht die zoekopdracht runnen. Dus vannacht komen er 450 uit, morgen 450, overmorgen 451 en de dag daarna 455. En als we dat maar lang genoeg doen, dan kan je daar een mooi grafiekje van maken. En dat kan voor kandidaten, voor vacatures en voor relaties. Denk je, we zijn klaar. Maar we zijn nog niet klaar, want je kan ook nog rapporteren op plaatsingen. Voor sommige van onze klanten houden ze via koppelstatus bij hoe ver een kandidaat in een procedure is. En voor sommige klanten houdt het dan op het moment dat je de status geplaatst geeft. Maar er zijn ook een hele hoop klanten die vervolgens echt plaatsingen gaan vastleggen in hun systeem. Dus dan heb je echt een module met plaatsingen, met de startdatum, de einddatum, het tarief en dat soort zaken. Nou, ook daar kan je op rapporteren. Dan kan je rapporteren op relaties. Spreekt redelijk voor zich. Je kan rapporteren op sales. We hebben een sales module waarmee je je pipeline kan beheren. En dan kan je zien, zeg maar, hey, hoeveel zit er in mijn pipeline en hoeveel geld gaan we hopelijk verdienen deze maand. Daar kan je op rapporteren. Je kan rapporteren op taken. Onlangs mooie verbeteringen toegevoegd aan onze takenmodule in Otis. Kan je ook op rapporteren. Je kan rapporteren op vacatures. Die spreekt ook redelijk voor zich. En tenslotte kan je rapporteren op website bezoekers. Dus dan kan je ook rapporteren op van welke portalen krijgen wij bezoekers, wie zorgt voor de meeste inschrijvingen, wie zorgt voor de meeste plaatsingen. Dat zijn ook allemaal zaken waar je op kan rapporteren. Wellicht roept dit meer vragen op dan antwoorden, want oké, maar hoe gaan we die rapportages dan maken? Nou, daar ga ik straks een aantal voorbeelden van uitlichten. Ik ga in ieder geval even laten zien hoe het dus werkt. Ik ga terug naar Otis Go. En ik open even de rapportages webinar 08-03-2018 die ik net heb aangemaakt. En ik zie dat bij gekoppelde tabellen ik op dit moment rapporteer op relaties. Dat betekent dat in mijn hoofdscherm ik wat kengetallen zie van relaties. En als ik nu zeg, hey, ik wil hier een pagina onder toevoegen. En die noem ik aantal nieuwe, ga ik iets heel stoms doen, kandidaten. Toevoegen. Dan heb ik hier mijn rapportage aantal nieuwe kandidaten. En dan kan ik hierbij gekoppelde tabellen zeggen van, joh, deze rapportagepagina wil ik laten rapporteren op, kandidaat staat er niet bij. Dus ik kan nu alleen maar in zo'n subrapportage rapporteren op relaties. Dus ik ga terug naar mijn hoofdrapportage, mijn rapportagegroep, rapportages webinar 0803. Ik ga zeggen, joh, maar naast relaties wil ik ook rapporteren op kandidaten in deze rapportagegroep. Nou, dat zal betekenen dat zometeen hier ook kandidaatgegevens komen te staan. En als ik nu in die rapportagegroep heb aangegeven, joh, hier wil ik rapporteren op kandidaten en relaties. Ik ga nu naar die rapportagepagina toe. Kan ik nu hier selecteren, joh, ik wil rapporteren op kandidaten. Nou, ik zeg, ik wil rapporteren op kandidaten. En het eerste wat zich al enigszins lijkt op een grafiekje begint te lijken, of zelfs officieel een grafiekje is, is er nu. Ik klik aan de rechterbovenkant op de bewaren knop en ik heb bij deze mijn eerste rapportage gemaakt. Het is nog echt een hele slechte rapportage, dus daar gaan we zo meteen iets moois van maken. Maar ik heb mijn eerste echte rapportage nu gemaakt. Janine, vragen, opmerkingen? Ander soort mededelingen? Er is van een vraag binnengekomen. Ik ben ook zelf nog even aan het denken wat er precies mee bedoeld wordt. Ja. Maar als ik hem zo goed begrijp, dan gaat het erover dat ze zou graag op vacature niveau meer informatie willen over het aantal views of het aantal sollicitaties wat daaruit volgt. Ja, is mogelijk. We moeten even kijken of we die vandaag nog kunnen bespreken. Het is in ieder geval mogelijk. Hij valt binnen de rapportage website bezoekers. Dus op het moment dat je wil weten, hey, ik wil graag rapporteren per vacature. Hoeveel views heb ik? Hoeveel sollicitaties heb ik? Hoeveel dit heb ik? Dat kan via de rapportage website bezoekers. Dus dat. Oké, dankjewel. Nou, dat was eigenlijk de vraag voor nu.
Oké, nou dan gaan we snel verder. Want dan ga ik jullie eerst laten zien hoe je nou... Want ik heb net een grafiek aangemaakt. Je zag net echt gewoon een grafiek. Maar die grafiek die zag er echt nog op geen enkele manier mooi uit. Ik ga jullie laten zien hoe je nou de basisinstellingen van een rapportage goed zet. Zodat die er een beetje fatsoenlijk uit gaat zien. Een rapportage heeft altijd een, even kijken, een tabel. Met andere woorden, ik ga hem even twee terugzetten. Met die tabel geef aan, wil je nu rapporteren op kandidaten, of wil je rapporteren op relaties, of wil je rapporteren op websitebezoekers, of op iets anders. Dus dat is zeg maar de hoofdtabel waar je op rapporteert. En dat is net dat lijstje wat ik net heb doorgenomen, is het lijstje met tabellen. Dan kan een tabel ook nog meerdere modules hebben, dus zeg maar meerdere rapportages die eronder hangen. Dus op het moment dat ik heb gezegd, hey, ik wil rapporteren op kandidaten, dat ik vervolgens verschillende opties heb om tot verschillende kandidatenrapportages te komen. Nou, dan heb ik een periode waar ik op kan rapporteren. Ik kan zeggen, joh, rapporteer op de maand maart of op de maand april. Ga ik jullie zo meteen alles van laten zien. Je kan een bepaalde datumeenheid bepalen. Als je nu eventjes kijkt naar deze rapportage uit deze grafiek of van dit screenshotje, dan zie ik dat ik rapporteer over het hele jaar 2008 en dat het een lijndiagrammetje is met één puntje per maand. Dus dat zou betekenen, joh, de periode is 2018 en de datumeenheid is eentje per maand. Dus je kan die datumeenheid instellen. Je kan een weergave bepalen. Dat is ja, zeg maar het grafiektype wat je wil gebruiken. Je ziet hem hier al een beetje. Lijndiagram, kolomdiagram en nog wat andere opties. En we kunnen nog aangeven of we een legenda willen. Nou, dit zijn de basisinstellingen van een van ieder rapport. Daarnaast hebben we nog een hele hoop uitgebreide instellingen, maar dit zijn de basisinstellingen van ieder rapport. En ik ga laten zien hoe dat werkt. Want dan ga ik weer even terug naar Go. En ik heb net onder mijn rapportages webinar 08-03-2018 mijn rapportage aantal nieuwe kandidaten aangemaakt. Bij gekoppelde tabellen heb ik al kandidaten geselecteerd. En bij module heb ik verschillende opties. Als ik deze zet op niets geselecteerd, dan krijg ik een soort van standaard rapportage. En voor kandidaten is dat gewoon het aantal nieuwe kandidaten in deze periode. Nou, we hebben nog een hele hoop andere rapportages. Die ga ik nu niet vandaag allemaal doornemen. Ik ga wel de belangrijkste vandaag doornemen. Maar ik kan bijvoorbeeld rapporteren op het aantal handmatig aangemaakte kandidaten. En op die manier heb ik nog wat extra rapportagemogelijkheden. Maar voor nu laat ik deze eventjes staan op niets geselecteerd. Dat ik gewoon mijn basisrapportage kandidaten aan jullie laten zien. Nou, ik zie dus dat ik zeg maar voor de huidige maand 0 kandidaat heb. Maar hoe komt dat? Helemaal aan de linkerbovenkant zie ik de periode waar ik op rapporteer. En die periode is op dit moment 8-3-2018 tot 8-3-2018. Met andere woorden, alleen maar vandaag. En vandaag zijn er dus in deze demo-omgeving geen nieuwe kandidaten binnengekomen. Als ik die periode wil veranderen, klik ik simpelweg op die periode. En dan kan ik verschillende dingen doen. Ik kan bijvoorbeeld aangeven, joh, ik wil graag dat jij rapporteert van 1 januari 2018 tot 8 maart 2018. En je ziet dat het onderliggende grafiekje zich automatisch aanpast. Hij staat hier op aangepaste periode. En dat betekent dus dat ik zelf een begindatum en een einddatum kan opgeven. Wij kunnen ons echter ook indenken dat als je rapportages inricht, dat je altijd de gegevens bijvoorbeeld van de huidige maand of van het afgelopen kwartaal of zoiets dergelijks wilt zien. Nou, dan kan je twee verschillende dingen doen. Dan kan je iedere week, iedere maand of ieder kwartaal, of wanneer het ook is, steeds bij al die rapportages de aangepaste periode aanpassen. Maar wat je ook kan doen, is je kan een relatieve periode instellen. Daarvoor hebben we de knoppen huidige periode, vorige periode en laatste x dagen. Ik ga hem eerst even laten zien bij huidige periode. Als ik hier voor huidige periode kies, dan heb ik als opties week, maand, kwartaal, jaar. Nou, wil ik rapporteren op het huidige jaar? Dan selecteer ik huidig jaar en je ziet nu dat hij rapporteert op 2018. Nou, ten eerste gaat dit een heel stuk sneller dan als ik via aangepaste periode naar die datums selecteer. Maar het grote voordeel is op 1 januari 2019 om 1 minuut over 12, op het moment dat je dat de rest allemaal champagne aan het drinken is en vuurwerk aan het afsteken is. En jij natuurlijk je rapportagemodule op dat specifieke moment opent. Dan zie je op dat moment de rapportage van 2019. Dus door zo'n relatieve periode te gebruiken past de rapportage zich automatisch aan en hoef je dat zelf niet iedere keer
te doen. Nou, ik kan hem dus rapporteren voor de huidige periode. Ik kan hem ook rapporteren voor de vorige periode. Vorig jaar rapporteert hij dus uiteraard over 2017. Maar wat ik ook kan zeggen is, joh, ik wil het niet zeg maar het vorige jaar, dus niet 2017, maar gewoon bewijs van het afgelopen jaar precies vanaf nu. Dus even heel snel van 9 maart 2017 tot en met 8 maart 2018. Dus dan kies ik voor de optie laatste x dagen. Kan ik zeggen, joh, toon me de gegevens van de laatste 365 dagen. En dan past die zich nu automatisch aan. En dan zie ik zeg maar echt het afgelopen nou ja, jaar zeg maar vanaf vandaag. Dus het verschil tussen de vorige periode jaar is heel 2017. Want we leven nu immers in 2018. En laatste x dagen is echt precies vanaf vandaag en dan gewoon in dagen teruggeteld. Nou, ik ga hem voor nu eventjes instellen dat ik wil rapporteren over het huidige jaar. Ik klik opnieuw op, op die datum om hem weer te sluiten. Nou, bij datumeenheid, ik gaf hem net ook al aan, kan je aangeven hoe specifiek, ja? Ik ga heel even kort een vraag tussendoor stellen. Ja. Ik denk dat het misschien wel handig is om die even te benoemen. Heel goed. Ik krijg een vraag binnen. Kan je standaard rapportages draaien en daarnaast ook identiële? Dus wat je op dat moment even wil zien? Ja, hele goede vraag. Op het moment dat ik hiermee aan het klooien ben, dan klooi ik alleen maar voor dit moment. Dus alles wat ik hier doe, wordt niet opgeslagen totdat ik aan de rechterbovenkant op het bewaren knopje ga klikken. Dus de gedachte erachter is, je zet je rapportage op een bepaalde manier klaar. Bijvoorbeeld joh van het huidige jaar en dan op maandniveau en dan nog wat andere opties. En ik heb op bewaren geklikt, want dan staat mijn rapportage vast. Maar vervolgens, als ik mijn rapportage aan het bekijken ben en ik zie deze rapportage, dan denk ik bijvoorbeeld, joh, ik wil eigenlijk even snel kijken, hoe was het nou vorig jaar? Kan ik gewoon hier klikken, toon me de gegevens van vorig jaar? Zie ik nu de gegevens van vorig jaar? En zolang ik aan de rechterbovenkant niet op dat bewaren knopje ram, verandert dat niks aan mijn rapportage zoals ik hem heb ingesteld. Is dat een antwoord op de vraag? Ja, dat denk ik zeker. Nee, dus het is eigenlijk inderdaad dat je altijd met je data kan spelen. Ik denk dat het ook goed is om te weten. Uiteindelijk slaat auto's natuurlijk allerlei informatie op. Ja. En je, met die rapportages, die gaan niet pas starten vanaf dat je de rapportage hebt aangemaakt. Nee, wij hebben al die data opgeslagen. Ja. En eigenlijk door de tooling van de rapportage, maar ga je die data ophalen. Ja. Dus wij kunnen ook, op het moment dat jij pas morgen met de rapportage gaat werken, kunnen wij nog steeds gegevens van het vorig jaar of het jaar daarvoor ophalen. Ja, omdat het gewoon opgeslagen is in de database. Ja, correct. En dat is iets wat ik heel erg in Jorrit ook bewonder. Jorrit heeft mij, toen ik bij Autos kwam werken, 9 jaar geleden, legden wij al bepaalde gegevens vast. Bepaalde statistische gegevens legden wij vast. En dan hadden we ook wel om heel eerlijk te zijn, een knop om die gegevens op te vragen. Maar we wisten, als we op die knop drukten, dan gingen er vreemde dingen gebeuren. En daar waren toen nog geen technieken voor om zeg maar al die gegevens zeg maar te processen. Maar Jorrit zei eigenlijk meteen vanaf dag 1 van joh, als we die gegevens nu alvast gewoon goed vastleggen in de database van onze klanten, dan op het moment dat die toolings er wel zijn om door die enorme bakken met data heen te gaan, dan hebben wij in ieder geval de gegevens. Dus je kan voor heel veel rapportages kan je tot heel ver terug kijken en rapportages maken. Door met de basisinstellingen, Janine? Of was er nog een andere vraag tussendoor? Nee hoor, je mag weer verder gaan. Hoi. Dus, die datumeenheid, daarmee geef je aan hoe specifiek is de rapportage. Hij staat nu op maand. Als ik zeg, zet hem op jaar, dan wordt het echt een hele lelijke lijndiagram. Want dat is zeg maar, je rapporteert over een periode van een jaar met een detailniveau van een jaar. Met andere woorden, dat is gewoon één puntje. Dus dat is niet echt heel handig hier. Als ik hem op week zet, dan wordt hij grilliger. En dan ga ik dus zeg maar meer details zien van welke weken waren nou goed en welke weken waren nou niet goed. En als ik hem op dag zet, dan lijkt het een soort van bitcoin koers. En dan wordt hij, nou ja, mijn zin is in ieder geval iets te grillig. Dus het gaat een beetje om van, joh, de combinatie tussen het detailniveau, met, dus ja, de periode en de datumeenheid. Als ik hem bijvoorbeeld zeg van rapporteer over een heel jaar, dan vind ik bijvoorbeeld een datumeenheid van een maand heel erg prettig. Op het moment dat je zegt van joh, maar dat vind ik niet gedetailleerd genoeg, ik wil hem op weekniveau hebben, dan heb je dat heel gemakkelijk aangepast. Maar maak daarin je eigen keuze. Naast de datumeenheid heb je ook een weergaveoptie. Daarmee kies je het type grafiek
dat je rapportage gebruikt. Als ik erop klik, heb ik verschillende opties. Lijndiagram, nou dat is zeg maar wat je hier ziet. Een kolomdiagram, die vind ik in veel gevallen fijn, want dat dan zeg maar, ik vind dit gewoon fijn eruit zien. Dan hebben we een gestapelde kolomdiagram. Die is in dit geval is die eigenlijk niet heel erg logisch, maar of logisch heeft geen toegevoegde waarde. Ik heb hem nu geselecteerd, maar nou ja, je ziet weinig gebeuren. Maar ik ga zo meteen een situatie laten zien waarin die wel heel erg handig is. Dus ik sta bij Alts een beetje bekend als de grootste supporter van de gestapelde kolomdiagram, maar die ga ik straks laten zien. Dan hebben we een staafdiagram. Dat is eigenlijk hetzelfde als die kolomdiagram, alleen dan in plaats van beneden naar boven gaan ze van links naar rechts. De gestapelde staafdiagram spreekt ook weer voor zich dat hij dan hier ook weinig doet. En een cirkeldiagram, nou dat gaat, dan hebben we hier zeg maar een cirkeldiagram met de verschillende maanden. Dus op deze manier kan je een beetje spelen met je grafieken en de weergave van je grafieken. Laatste optie die we hebben is, we hebben hier aan de bovenkant een knopje legenda. En hiermee kan ik nog een legenda tonen. Nou, dit is gewoon een grafiek met één blauwe kleur. Dus nou, dan zegt het blauwe kleurtje het aantal. Dus dat is niet echt een hele nuttige legenda. Maar ik ga zo meteen ook rapportages laten zien waarbij die legenda juist wel heel erg handig is. Omdat je allerlei verschillende kleurtjes ziet in je grafiek. Dat zijn de basisinstellingen van een rapportage. Janine, vragen over de basisinstellingen van een rapportage? Janine is in slaap gevallen. Dan ben ik nu altijd bang dat in dit soort situaties dat ik al heel erg lang aan het praten ben en dat niemand mij hoort. Nou, ik hoor Janine niet meer, dus ik hoop erop dat er niks ernstig met haar is gebeurd en dat jullie er allemaal nog zijn, maar dat er iets mis is met de audio. Iedereen er last van hebben, maar jouw geluid valt een aantal keren weg. Oh. Dus de laatste paar zinnen waren niet heel duidelijk. Oké. Welke laatste, en dat is natuurlijk een enorm ellendige vraag die ik je nu ga stellen, maar welke laatste zin was wel duidelijk? Weet je hem nog? Dat weet ik niet meer. Ik heb in ieder geval gezegd, de laatste ging over de legenda. Dat in deze grafiek zeg maar de legenda echt totaal niet zeggend is. Want ik heb alleen maar blauwe balkjes. En ja, handig om te weten dat het blauwe balkje het aantal is. Maar dat is niet zo heel erg spannend. Maar ik ga straks grafieken laten zien waarbij die legenda wel interessant is. Dat waren mijn laatste zinnen. En zijn er nog vragen, Janine, over de basisinstelling? Ik krijg nog een aantal reacties binnen dat anderen hem wel goed horen. Dus het zal wel aan mij liggen. Excuus. Dus, zijn er nog vragen, Janine? Even kijken hoor. Nou, ik krijg een vraag binnen. Ik zal hem even op deze manier beantwoorden. Inderdaad, van wat het voordeel van een gestapelde kolom is. Maar volgens mij ga jij zo een nieuwe rapportage aanmaken waar je dat in gaat gebruiken. Zometeen komt het gestapelde kolomdiagram promotieteam op jullie af. En dan gaat jullie helemaal duidelijk worden wat het voordeel is van de gestapelde kolomdiagram. Oké, is goed. Dus dat was hem dan. Ja, oké. Gaan wij weer door met het volgende onderdeel. En dat onderdeel is zeg maar heel erg leuk, want we gaan namelijk een aantal voorbeelden maken van rapportages. Voorbeeld wat ik jullie ga laten zien is dat je kan rapporteren op nieuwe items. En met een item bedoel ik bijvoorbeeld, het klinkt heel erg vervelend, maar kandidaten of vacatures of relaties. Vertel alsjeblieft niet tegen je kandidaten dat ik ze een item noem, maar ik ben een IT-nerd, dus dat valt voor mij in nieuwe items. Dan kan je rapporteren op koppelstatussen. Gelukkig bijna al onze klanten om de voortgang van een kandidaat te meten bij een bepaalde vacature maken ze gebruik van koppelstatussen. Met andere woorden, Bastiaan Brands is gekoppeld aan de vacature product manager en Bastiaan Brands krijgt bij deze de koppelstatus voorgesteld. Nou, doordat je de kandidatenstatus gekoppeld aan die vacature de status voorgesteld geeft, weten wij dat jij een kandidaat hebt voorgesteld. Dus rapporteren op koppelstatussen is een hele interessante. Je kan ook rapporteren op vacaturestatussen. Met andere woorden, ik heb een vacature en die geef ik de status vervuld door ons of vervuld door derden. Nou, dan kunnen we daarop rapporteren. Ik noemde hem net al even. Je kan rapporteren op agendatypes. Met andere woorden, toon me alle prospectbezoeken of toon me alle klantbezoeken of intakes of zoiets dergelijks. Dan kan je rapporteren op notitietypes. Die noemde ik ook al eventjes van het belletje met de prospect.
Ik doe even de telefoon van de haak. We kunnen rapporteren op demografie. Dat zijn die opgeslagen zoekopdrachten. En we kunnen rapporteren op bronrapportage. Dat zijn die websitebezoekers die we dan hopelijk zometeen ook nog eventjes gaan laten zien. Van hoe krijg ik op welke vacatures, krijg ik via welke bronnen, hoeveel sollicitanten en hoeveel dit soort zaken. Dus dit zijn de voorbeelden die ik even met jullie wil doornemen. Dan ga ik snel terug naar Otis Go. En het eerste wat ik even ga doen is in mijn mooie... Oh, volgens mij heb ik hier niet op het bewaren knopje geklikt. Maar in mijn mooie rapportages webinar 0803 ga ik even een aantal extra tabellen selecteren. Ik wil namelijk ook kunnen rapporteren op vacatures. Zodat ik kan rapporteren op vacature koppelstatuswijzigingen en op vacature staatswijzigingen. Ik wil kunnen rapporteren op agendaafspraken. Zodat ik kan rapporteren op die agendatypes. Ik wil rapporteren op notities. Zodat ik kan rapporteren op die notitietypes. Ik ga hier ook zeggen, ik wil kunnen rapporteren op opgeslagen zoekopdrachten. En tenslotte wil ik ook kunnen rapporteren op websitebezoekers. Nou, ik ga ze nu allemaal eventjes onder één kopje plaatsen. In heel veel situaties maak je er zeg maar verschillende rapportagegroepen van. Maar ja, in principe is het helemaal aan jullie. Als een klant zegt van, joh, ik wil gewoon één rapportagegroep, dus één hoofditem. En daar plemp ik al mijn rapportages onder. Wij zullen je zeker niet tegenhouden. Nou, ik klik aan de rechterbovenkant op bewaren. Dan had ik net al een mooie rapportage aangemaakt met het aantal nieuwe kandidaten. Namelijk rapportage kandidaten, module niks geselecteerd. En periode 2017 met een maanddiagram of een maanddetail, et cetera. Nou, wat ik bijvoorbeeld ook zou kunnen zeggen is, ja, maar ik ben op zoek naar hele specifieke nieuwe kandidaten. Dus ik klik op pagina toevoegen en ik zeg nieuwe kandidaten. MBO niveau. Ik zeg toevoegen. Nou, het eerste wat ik weer ga doen is ik ga bij gekoppelde tabellen, en je ziet dus dat ik hier inmiddels meer keuzes heb. Bij gekoppelde tabellen ga ik zeggen van, joh, op welke tabel wil ik rapporteren? Ik wil rapporteren op de tabel kandidaten. Welke module wil ik rapporteren? Ik wil hier niks selecteren, want ik wil gewoon gebruik maken van de basisrapportage. Ik zeg rapporteer op het huidige jaar. Rapportage niveau detail maand. Weergave. Kolomdiagram. Nou, en nu heb ik eigenlijk net een grafiek die ik net eigenlijk stiekem ook al had. Maar ik wil nu hem zeg maar wat verder gaan specificeren. En dat kan via de meerknop. Dus bij rapportages heb je een meerknop met in sommige gevallen een hele hoop. En in andere gevallen een aantal extra opties. Een van de extra opties die ik hier heb is dat ik hier de matchcriteria zie van de kandidaten. En dat ik dus kan zeggen, toon me alle nieuwe kandidaten met dit specifieke matchcriterium. Nou, laten we in deze demo-omgeving nu net een matchcriterium opleidingsniveau hebben. Dus ik zeg, mag ik alsjeblieft opleidingsniveau MBO. Klik bovenin even op de verversen knop om hem te verversen. En ik heb hier dus het aantal nieuwe MBO-kandidaten. En dat waren er in januari waren dat er 3, in februari waren dat er 6. En deze maand hebben wij nog geen nieuwe MBO-kandidaten gehad. Nou, wat ik ook kan doen is ik kan zeggen, joh, ik wil rapporteren op het aantal nieuwe kandidaten per consultant. Klik op de knop pagina toevoegen. Nieuwe kandidaten per consultant. Aangemaakt is eigenlijk per consultant. Toevoegen. Nou, bij gekoppelde of tabellen zeg ik kandidaten. Dan komt er nu iets kijken, namelijk module. Een van de opties die we hebben is handmatig aangemaakte kandidaten. Want daarmee kunnen we per consultant kijken hoeveel kandidaten die handmatig heeft aangemaakt. Kijken we dus niet naar website sollicitaties, maar kijken we eigenlijk naar alles wat niet automatisch het systeem in gekomen is, waar een gebruiker echt een handeling voor heeft moeten doen om die in het systeem te krijgen. Nou, ik ga weer zeggen, rapporteer over het huidige jaar. Doe dat op maandniveau. En dan komt nu het gestapelde kolomdiagram promotieteam om de hoek kijken. Als ik nu bij weergave zeg voor ik wil een kolomdiagram, dan gaat die rapportage er zo uitzien. Waarom is dit nu niet zeg maar één mooie kleine leesbare kolom? Omdat we in deze rapportage per consultant één kolommetje tonen. Ik zie bijvoorbeeld dat Edwin Lindelauf 2 kandidaten heeft aangemaakt in januari. En dat gebruiker Martijn Demo er 10 heeft aangemaakt in januari. Nou, ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind dit echt een enorme pruts rapportage. Dat zou ik kunnen verbeteren door te kunnen zeggen, joh, rapporteer niet op maandniveau, maar rapporteer nu gewoon voor het volledige jaar. Nu heb ik nog steeds één balkje per consultant, maar doordat het verder niet meer is opgesplitst in de maanden, ziet die er al heel erg een stuk rustiger uit. Maar wat ik ook kan zeggen,
is ik rapporteer op maand, maar ik wil nu niet een kolomdiagram, maar ik wil een gestapelde kolomdiagram. Dus doe dat blokje van Edwin op dat blokje van Martijn, op dat blokje van David, et cetera. Dus bij weergave kies ik nu voor gestapelde kolomdiagram. En je ziet nu dat ten eerste de grafiek is leesbaar, wat op zich al altijd heel erg prettig is aan een grafiek. Maar wat vind ik nou het mooie aan deze gestapelde kolomdiagram? Aan de ene kant zie ik de totale performance van mij als organisatie. Dus ik zie zeg maar dat wij in februari minder kandidaten hebben aangemaakt dan in januari en dat we er in maart nog een stuk minder hebben aangemaakt. Maar ja, maart is pas een weekje onderweg. Maar ik zie ook binnen die maand de aandelen van de verschillende personen. Nou, ik zie dat Marjan er 6 heeft aangemaakt en Martijn dus 10. Nou, doordat je nu hier aan de linkerkant meer kleurtjes hebt, kan ik eventueel ook dus een legendaatje erbij zetten. En dan zie ik ook zeg maar de namen van de personen die de gebruikers van alle verschillende kleurtjes. Overigens met de consultant dropdown aan de rechterbovenkant kan ik hem ook nog beperken tot hele specifieke personen. Dus dan kan ik hem nog even zeggen, bijvoorbeeld, joh, mag ik alsjeblieft Edwin Lindelauf en Martijn Demo? Dus dan kan ik hem nog eventjes wat specifieker maken. Volgens mij wil Janine er doorheen komen. Ja, dat gevoel had ik al een beetje. Ik kon even een vraag stellen nog tussendoor. Natuurlijk. Je bent nu bezig met de handmatig aangemaakte kandidatenrapportage. Ja. En eigenlijk vraagt iemand best wel terecht, denk ik, van ja, wat telt dan als een handmatige aangemaakte kandidaat? En telt bijvoorbeeld het LinkedIn-widget van Otis ook mee? Ja, die telt ook mee. Dus het, we hebben er wel ergens een prachtig technische omschrijving voor met alle uitzonderingen, alle dingen. Maar de stelregel is, heeft een consultant een handmatige actie uitgevoerd om die specifieke kandidaat aan te maken? Dan is het een handmatig aangemaakte kandidaat. Heeft die persoon voor die kandidaat niet echt een specifieke handmatige actie uitgevoerd? Dan valt die er niet onder. Voorbeeld, kandidaat die via de website solliciteert, niet een handmatig aangemaakte kandidaat. Een kandidaat die via e-mail solliciteert, dus die zijn cv mailt, waarbij een consultant op de knop, hey, maak een kandidaat van dit e-mailadres maakt, wel een handmatig aangemaakte kandidaat. Kandidaat via de Chrome plugin, via LinkedIn afgehaald, ook een handmatig aangemaakte kandidaat. Dus dat is zeg maar eventjes grosso modo de uitleg. Dankjewel. Volgens mij heel duidelijk, toch? Ja, toch? Zal ik nog wat andere rapportages laten zien? Ja, nou misschien nog even goed, want ik krijg hier ook nog een vraag over, even kijken, zijn er rapportages uit te printen? En ik zie daar bovendien ook een downloadknop, dus misschien, ik weet niet of je die al had besproken of nee, ik heb die komt zelf nog. Ook gemist. Die komt nog. Oké, die komt nog. Nou, nog even wachten. In de door jou opgestelde inhoudsopgave was daar, waren dat de extra features die we dit webinar gingen bespreken. Oh, oké. Yes. Heel goed, ik heb niks gezegd. Sorry, was... anyway. Stel, ik wil ook een rapportage maken voor het aantal nieuwe relaties in mijn database. Ik klik op pagina toevoegen. Ik zeg nieuwe relaties. Ik klik op toevoegen. Nou, het begint een soort van herhaling van zetten te worden. Bij gekoppelde tabellen zeg ik rapporteer op relaties. Bij module selecteer ik niks. Ik zeg, mag ik alsjeblieft rapporteren over het huidige jaar op maandniveau? En ik wil daar een kolomdiagrammetje van hebben. En nu heb ik een rapportage van het aantal nieuwe relaties. Als ik nu bij module in plaats van niets geselecteerd selecteer relaties per consultant, krijg ik het onderscheid per consultant. Aan de ene kant super tof, aan de andere kant wordt hij nu heel erg onleesbaar, maar dan komt het gestapelde kolomdiagram promotieteam weer om de hoek kijken. Als ik nu zeg, mag ik hem alsjeblieft in een gestapelde kolomdiagram, dan heb ik nu het onderscheid per consultant. Ik klik rechtsbovenin op de bewaren knop en het is gedaan. Ik ga nog een rapport toevoegen, vacatures. Weer, of nieuwe vacatures. Nou, het begint een beetje een soort van herhaling van zetten te worden. Maar hè, als je maar vaak genoeg doet, dan word je steeds handiger erin. Nou, bij vacatures hebben we bijvoorbeeld twee smaakjes. Per consultant en per consultant aangemaakt. Per consultant betekent wie is nu de eigenaar van de vacature. En per consultant aangemaakt is wie heeft daadwerkelijk op de knop nieuwe vacature geklikt. Waar kan je dit bijvoorbeeld voor gebruiken? Soms maakt de ene consultant voor de andere consultant een vacature aan. Op het moment dat je rapporteert op per consultant aangemaakt, dan krijgt de persoon die echt daadwerkelijk op de knop heeft gedrukt de vacature op zijn naam. En als je de rapportage per consultant hebt, dan is gewoon de persoon die er verantwoordelijk voor is. Dus die geselecteerd is
de happy one. Nou, ik zeg per consultant, ik zeg huidige jaar. Mag ik alsjeblieft op maandniveau een gestapelde kolomdiagram, bam, en ook nu heb ik daar een mooie rapportage voor. Nou, dat zijn de rapportages van nieuwe items. Maar zoals gezegd, heel veel van onze klanten die houden bij wat de voortgang van een kandidaat bij een vacature is via vacature koppelstatussen. En daar kan je dus ook op rapporteren. Dus ik ga weer een nieuwe rapportagepagina maken. Ik open mijn rapportage webinar groep. Ik klik op pagina toevoegen. Ik zeg aantal kandidaten voorgesteld. Ik klik op toevoegen. Vervolgens bij gekoppelde tabellen zeg ik vacatures en dan mijn modulen. Dit is een belangrijke, dit is zeg maar het moment om een screenshotje te maken of iets te noteren. Want deze ga je echt mijns inziens vaak gebruiken. Dus tabel vacatures en module vacature koppelstatus wijzigingen. Nou, nu ga ik rapporteren op vacature koppelstatuswijzigingen. Wil ik rapporteren op alle koppelstatuswijzigingen, dus als er maar een status is veranderd? Nee, dat wil ik niet. Ik wil waarschijnlijk rapporteren op hele specifieke koppelstatuswijzigingen. Dus daar is onze vriend de meerknop weer. Heb ik allerlei verschillende opties. En een van de opties die ik heb is dat ik heel specifiek kan zeggen, joh, ik wil niet rapporteren op alle koppelstatuswijzigingen, maar ik wil alleen maar rapporteren op koppelstatuswijzigingen van een specifieke koppelstatus. Bijvoorbeeld, toon me alle keren dat de koppelstatus is gewijzigd in voorgesteld klant. Nou, selecteren. Ik ga maar even de periode aanpassen. Huidige periode jaar. Nou, ik krijg een mooi grafiekje. En verandering van spijs doet eten. Ik zet hem eventjes op een jaar. En dan wil ik vervolgens een cirkeldiagram met een legendaatje erbij bewaren. Dus ik heb nu het aantal kandidaten voorgesteld van het huidige jaar. Verdeeld over de verschillende personen die dat hebben gedaan. Nou, op deze manier, doordat je alleen al weet dat je op vacature koppelstatuswijziging kunt rapporteren, kan je dus een hele hoop verschillende rapportages maken. Belangrijkste is dat het dus zeg maar in die koppelstatussen wordt vastgelegd. Even kijken wat ik nog meer heb. Ik heb bijvoorbeeld hier een koppelstatus eerste interview. Nou, wat ik dan kan doen is ik kan zeggen, joh, ik wil weer een pagina toevoegen. Eerste interviews toevoegen. Ik wil rapporteren op de tabel vacatures. Die foutmelding die je aan de rechterbovenkant krijgt is puur zeg maar omdat ik die pagina open zonder dat er een tabel is geselecteerd. Maar ja, dat is een beetje het nut ook van de rapportage dat ik die tabel wel selecteer. Module vacature koppelstatuswijzigingen. Waar koppelstatus 2 is gelijk aan eerste interview. Mag ik alsjeblieft de gegevens van het huidige jaar. En nu ga ik hem eens een keertje op jaarniveau in een kolomdiagrammetje zetten. Ik klik op bewaren. En dan heb ik nu een rapportage met het aantal eerste interviews dit jaar. Nogmaals, vacatures, vacature koppelstaatswijzigingen is eentje die je heel vaak gaat gebruiken. Andere die je ook kan gebruiken is bijvoorbeeld op basis van een vacature statuswijziging. Bijvoorbeeld, we geven de vacatures op een gegeven moment de status ingevuld ons. Dus daar kunnen we ook op rapporteren. Dus ik ga weer zeggen, ik wil een nieuwe pagina toevoegen. Ik zeg vacatures ingevuld. Ik klik op toevoegen. Bij gekoppelde tabellen zeg ik vacatures. Nu bij module, en dit zijn dus zeg maar de dingen die je eventjes wil weten. Ik wil rapporteren op vacature statuswijzigingen. Dus net waren we aan het rapporteren op vacatures en vacature koppelstatuswijzigingen. Nu willen we rapporteren op vacatures en vacature statuswijzigingen. Ik klik hem aan. Bastiaan. Ja? Even een korte vraag. We hebben het nu inderdaad over het wijzigen van de koppelstatus of het wijzigen van de vacature status. Ja. En ik krijg inderdaad de vraag van bij wie wordt dat dan geregistreerd? Is dat hele goede vraag. Wijzigt, of de eigenaar bijvoorbeeld van de vacature? Het wordt geregistreerd bij de persoon die hem wijzigt. Met andere woorden, Janine heeft een kandidaat op haar naam staan. Bastiaan heeft een vacature op zijn naam staan. Jorrit heeft die kandidaat en die vacature aan elkaar gekoppeld. En Edwin Lindelauf is de persoon die zegt, hey, statuswijziger naar voorgesteld. Dan zegt onze rapportagemodule, Edwin Lindelauf, dat heb jij heel erg goed gedaan. En dan komen die dus niet op naam van Janine of Jorrit of Bastiaan te staan. Dus het is belangrijk dat als je hierop gaat rapporteren, dat de persoon die daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de actie, dus die echt zeg maar het eerste interview of de voorgestelde kandidaat of wat dan ook op zijn naam heeft staan, dat die ook de statuswijziging
doet. Dankjewel voor je antwoord. Mooi. Nog andere vragen tussendoor? Nee hoor, je mag weer verder. Mooi. Eens even zien. mooi, dat klinkt vervelend. Ik ben echt heel erg bereid voor alle vragen en antwoorden. Dat vind ik ook heel erg fijn. Anyway, vacatures, vacature staatswijzigingen. Ik wil wederom niet rapporteren in deze rapportage op alle staatswijzigingen van vacatures. Maar ik wil rapporteren op specifieke staatswijzigingen. Tomen alle vacatures die de status hebben gekregen vervuld door Otus. Hartstikke mooi. Nou, is dat volgens mij iets wat we niet heel erg vaak doen in deze demo-omgeving. Dus ik zet hem even op vorig jaar en dan maak ik er een op jaarniveau een kolomdiagram van en dan zie je dat we in deze demo-omgeving. Hey Janine, je hebt de afgelopen jaar 3 vacatures vervuld in onze fantastische toptalenten demo-omgeving. Dus vacatures, vacature statuswijzigingen. Er wordt ook hier gekeken naar wie wijzigt daadwerkelijk de status. Dus ook al is de kandidaat van jou, is de vacature van jou, heb jij die twee gekoppeld, heb jij alle koppelstatussen gewijzigd en heb jij zeg maar al het werk gedaan, op het moment dat een collega dan van jou zegt, hey beste Bastiaan, jouw vacature staat nog steeds op de status open, die moet eigenlijk op vervuld door auto's gezet worden. Ach, weet je hebt zoveel werk al gedaan, ik wijzig die status wel eventjes voor je op vervuld door auto's. Dan krijgt die collega strijkt met alle eer. Dus dat is goed om te weten. Janine, nog andere vragen? Ik heb er namelijk nog een handje van om gewoon door te blijven praten. Ja, nee, je mag nog steeds door blijven. Ja, dan ga ik doorpraten. Agendatypes, we gaan door de laatste rapportage. Gaan we dan eventjes snel heen. Agendatypes, ik ga gewoon een paar voorbeelden geven van wat voor rapportage je kan maken. Ik wil rapporteren op het aantal prospectbezoeken. Nou, voor ieder prospectbezoek zetten wij een agendaafspraak in de agenda met het type prospectbezoek. Dus ik zeg pagina toevoegen. Prospectbezoeken. Klik op toevoegen. Vervolgens ga ik hier zeggen, ik wil rapporteren op agendaafspraken. Ik wil op agendaafspraken per type rapporteren. Ik open hem bij meer. Hier kan ik zeggen, op wat voor types wil ik rapporteren. Yo, rapporteer op alle agendaafspraken met het type prospectbezoek. Ik wil rapporteren op, nou, even kijken of we er wat gegevens voor hebben. Nee, dat hebben we niet. Hebben we vorig jaar, vorig jaar hadden we wat prospectbezoek in deze demo-omgeving staan. Van vorig jaar. Op maandniveau. En weet je wat, zet ze gewoon eventjes in een cirkeldiagrammetje met een legendaatje erbij. Dus ik heb nu dus een rapportage gemaakt. Agendaafspraken per type. Welk type? Het type prospectbezoek. Nou, met deze instellingen zoals ik ervoor heb gekozen. En ik zie dat Bas van Rij 1 prospectbezoek heeft. En nou ja, wonder boven wonder, Jeroen van Driel heeft er 10 gedaan. Dit is dus rapporteren op agendaafspraken. Kan handig zijn voor prospectbezoeken, klantbezoeken, intakes. Nou, alles in ieder geval wat in je agenda staat met een bepaalde typering. Nou, voor belletjes en dergelijke. Als je gewoon een middag lang prospects gaat bellen of kandidaten gaat bellen of dat soort zaken. Ga je allemaal niet vastleggen in je agenda. Maar goede kans dat als je iemand hebt gesproken, dat je wel even een notitie plaatst in je in het dossier. Geluk is, die notities kan je ook een type geven. Dus ik zeg pagina toevoegen. Ik zeg klanten gesproken. Klik ik wederom op toevoegen. Nou, in dit geval wil ik nu gaan rapporteren op notities. Bij module zeg ik notities per consultant. Bij meer zeg ik, joh, maar toon me alleen maar notities met het type. Even kijken. Wat is er gespreksverslagen? Nou, ik kies even hier voor gespreksverslagen. Ik kan er ook dus meerdere selecteren. Commercieel belletje. Het is heel erg afhankelijk van natuurlijk hoe die typeringen bij jullie zijn ingericht. Ik zeg, mag ik alsjeblieft rapporteren over vorig jaar? Krijg ik dan gegevens te zien? Ja, dan krijg ik gegevens te zien. En dat wil ik graag in een kolomdiagrammetje zien. En dan met een datumeenheid maand. Hartstikke mooi. Agendaatje er nog bij. Bewaren. En dan heb ik nu hier een overzicht van alle klanten die gesproken zijn. Even in het kader van de tijd, de demografierapportages, die zijn nog best wel complex, dus die bewaren we eventjes voor het webinar, want dan slaan we die over, want dan kunnen we nog wel even naar de bronrapportages toe, want daar was dus ook een vraag over. Met andere woorden, per bron, hoeveel reacties zijn er gekomen, hoeveel sollicitaties zijn er gekomen en hoeveel plaatsingen zijn er gekomen. Ik klik op de knop pagina toevoegen, ik zeg website
Nee, even kijken. Bezoekers, weergaven, conversies en plaatsingen. Dus ik heb nu weergaven, conversies en plaatsingen. Klik op toevoegen. Bij gekoppelde tabellen zeg ik: ik wil rapporteren op websitebezoekers. Bij module laat ik niks geselecteerd. Ik maak gewoon gebruik van de standaard rapportage. En ik ga zeggen: mag ik alsjeblieft van het huidige jaar op nou ja, jaarniveau, maakt me niet zoveel uit, een kolomdiagram van het aantal, nou ja, van het aantal. Hij staat hier nu alleen maar op unieke bezoekers. Dus in deze demo-omgeving, ja, het is een demo-omgeving waarvan we niet SEO en dat soort ellende hebben. 44 bezoekers van Google.com, 10 van Google.nl, 4 van Google.be en zowaar ook eentje van LiveSearch. Maar ik wil niet alleen maar het aantal bezoekers weten. Ik wil ook het aantal conversies weten en ik wil het aantal plaatsingen weten. Nou, daar wordt hij niet heel erg veel vrolijker van. Ik ga eventjes zeggen van: geef me de gegevens van vorig jaar, dan heb ik even wat meer gegevens. Dus ik heb nu een rapportage gemaakt van: mag ik alsjeblieft alle unieke bezoekers, al het totaal aantal conversies, dus zeg maar al het aantal sollicitanten en het aantal plaatsingen. Nu zie ik dus per bron zie ik die gegevens terug. Het enige wat je even moet realiseren, ik zet er even een legendaatje bij. Blauwe balkje is het unieke bezoekers, rode balkje is het totaal aantal conversies en het oranje balkje is het aantal plaatsingen. De eerste keer dat mensen deze rapportage zien, denken ze altijd: hey, maar hoe kan het nou dat je meer conversies hebt dan unieke bezoekers? Nou, dat kan natuurlijk in principe niet. Maar we gebruiken daarvoor twee verschillende assen. Namelijk aan de linkerkant zie je hier een as die gaat van 20 naar 40 naar 60 naar 80. Die wordt gebruikt voor het aantal bezoekers. En aan de rechterkant zie je ook een as die gaat van 1 naar 2 naar 3. En die gebruiken we voor het aantal conversies en het aantal plaatsingen. Op het moment dat we dat allemaal om dezelfde as zouden laten zien, dus als we het zeg maar allemaal op deze as zouden zien, dan de rode balkjes die je dan nu zouden zien, zouden semi-onzichtbare balkjes aan het begin zijn. Dus vandaar dat we twee assen tonen. Het aantal bezoekers van Google NL 99 en het aantal conversies, oftewel het aantal sollicitaties vanuit Google, zijn dat er twee, zag ik volgens mij net. Ja, dat is het. Vragen, Janine? Sorry voor het snel treintempo vaart ding, maar het uitgebreide Nee, web, ik denk dat het maar misschien nog een keer goed is om te herhalen. Ik heb een paar keer al de vragen hier binnengekregen van: ik kan bij de gekoppelde tabellen bijvoorbeeld de module websitebezoekers niet selecteren. Dan moet je denk ik even teruggaan naar de rapportagegroep om daar inderdaad de tabel toe te kennen aan je rapportagemap. correct, staat die En hier ook vervolgens. tussen? Laat het ons eventjes weten, want dit zit nog achter een apart vinkje. Dus mocht je bij die bovenste, inderdaad bij die bovenste, ook niet de optie websitebezoekers hebben, dan moeten wij even een vinkje voor je aanpassen. Ah, oké. Hij geeft inderdaad aan dat er in zijn geval inderdaad helemaal niet tussen staat. Dus dan moeten we dat eventjes nog aanzetten. Oké. Dus dat, maar in de basis helemaal, helemaal eens met Janine. 9 van de 10 keer als iemand zegt van: hey, maar ik wil hier rapporteren op, ik weet het niet, contactpersonen. Alleen ik zie contactpersonen hier niet in de lijst staan. Dan 9 van de 10 keer is de oplossing: je gaat naar de hoofdrapportage en je selecteert hem hier en je bewaart hem. Als je hem hier ook niet ziet, dan moet je ons even een seintje geven. Dankjewel. Nog andere vragen? Oh, sorry. Ik zet hem zelf eruit. Dat was een vraag aan jou, Janine. Ik heb hier nog wel inderdaad ook een vraag, misschien even goed om te beantwoorden. Worden websitebezoekers enkel aangezet door Otis gebouwde websites? Ja, correct. Dus dat zijn alleen maar websites die zeg maar binnen ons beheer vallen. Op het moment dat je wil rapporteren op een website die zeg maar buiten Otis valt, dan zal je daar met die persoon die website heeft gebouwd naar moeten vragen. En ik denk dat het ook misschien nog even handig is. Kan je de volgorde van de rapportagepagina's wijzigen? Nee, dat is nog een missing feature. Dus je hebt nu nog geen optie om, zeg maar, als ik al deze rapportages heb gemaakt en ik ben helemaal gelukkig, heb ik nog geen optie om weergave, conversies en plaatsingen helemaal bovenin te zetten. Of om nieuwe kandidaten per doelgroep helemaal onderin te zetten. Dat staat nog op onze interne wensenlijst. En als laatste, mensen die een multisite hebben. Ja.
kan daar al onderscheid in gemaakt worden? Nee, daar kan nu nog geen onderscheid in gemaakt worden. Dus op het moment dat je gebruik maakt van de rapportage websitebezoekers, dan geldt die voor al je websites gecombineerd. Dus je kan dan niet specifiek zeggen, ik wil een rapportage heel specifiek voor deze website. Dat zijn dingen die er waarschijnlijk ook nog wel aan gaan komen, maar dat is een optie die er nog niet in zit. Oké, nou, dankjewel. Dat waren ze weer even. Top. Dan nog een aantal extra functionaliteiten, extra features die je kan gebruiken. Namelijk de extra features, woehoe. De download optie, je kan een CSV downloaden, je kan een afbeelding downloaden. Daarnaast hebben we een print optie we hebben details, maar we hebben eigenlijk ook nog een hele hoop andere features, maar die komen dan zeg maar in het volgende webinar aan bod. Ik ga in ieder geval even een aantal de belangrijkste extra features tonen. Eens even zien, als ik een rapportage open, dan heb ik hier zeg maar een grafiekje, heb ik daaronder een tabelletje staan met de onderliggende gegevens. En als ik denk van, hey, hartstikke leuk en aardig dat grafiekje vanuit Otis, maar ik wil er gewoon zelf een beetje mee klooien en zelf analyses op loslaten en zelf dingetjes mee doen, dan klik je bovenin op de knop downloaden. Dan kies je vervolgens voor de optie CSV downloaden. Dan zie je hier dat die automatisch een CSV'tje downloadt. Nou, die kan ik openen. En als mijn Excel dan geopend is, dan heb ik hier vervolgens de gegevens uit dat tabelletje. Dus op deze manier kan ik heel gemakkelijk een tabelletje onder een grafiekje downloaden naar Excel, zodat ik daar vervolgens zelf nog leuke dingetjes mee kan doen. Nou, voor hetzelfde geld wil ik niet dat tabelletje hebben, maar wil ik gewoon zeg maar dat grafiekje hebben, maar die wil ik dan in mijn nieuwsbrief plaatsen, of op mijn website plaatsen, of weet ik het wat ermee doen. Dan kan ik ook zeggen downloaden en dan zeg ik, ik wil een afbeelding downloaden als ik kies voor afbeelding downloaden. Dan gaan we niet het tabelletje met zeg maar de cijfertjes downloaden, maar dan gaan we gewoon het plaatje downloaden. Ik klik erop en ik heb hier gewoon een PNG'tje, volgens mij ja, een PNG'tje met zeg maar het grafiekje. Ook op het moment dat je nou dus zegt van joh, ik wil een print, dan hebben we ook nog een printoptie. Geen flauw idee waarom je die zou willen hebben om eerlijk te zijn. Oh, ik zie dat die in dit geval ook leeg is. Ik zou zeggen als je een... oh, daar is die. Ik zou zeggen als je een printje wil maken, doe dan of de Excel of de... afbeelding. Maar nou ja, we hebben in ieder geval nog een printoptie voor als je denkt van, hey, ik wil hem gewoon meteen eventjes uitprinten, de rapportage. En dan een heel erg cool ding. Alle rapportages, had ik eigenlijk helemaal mee moeten beginnen, ongelooflijk stom dat ik daar niet mee ben begonnen. Maar alle rapportages zijn real-time en doorklikbaar. Betekent dat als ik nu rapporteer op agendaafspraken per type en ik rapporteer op de prospectbezoeken en ik zie hier in deze rapportage, oh ik klik stiekem al, ik zie hier in deze rapportage dat Jeroen 10 afspraken heeft gehad en Bas heeft er eentje gehad en ik heb zoiets van, hey, maar welke 10 afspraken heb je dan gehad Jeroen? Dan kan ik op het balkje van Jeroen klikken en dan krijg ik een lijst te zien met de details van de afspraken. Dus ik zie hier dat Jeroen, hartstikke leuk dat hij 10 prospectbezoeken heeft gehad, maar het zijn allemaal teamoverleggen geweest, dus ik weet niet hoeveel waarde ik daaraan hoef te stellen. Op het moment dat rapportages ook maar enigszins doorklikbaar zijn, dan hebben we ze doorklikbaar gemaakt. Dus dan kan je gewoon klikken op een balkje of op een dingetje en dan zie je vervolgens de details van de rapportage. Dat was alles wat ik vandaag wilde zeggen. Janine, volgens mij zijn we door de tijd heen. En misschien is het nog verstandig om even kort uit toe te lichten wat mensen uit het volgende webinar kunnen verwachten. Of nog vragen te beantwoorden of zoiets. Janine? Janine? Ja, nou, we hebben in ieder geval geen openstaande vragen meer. Dus we kunnen de webinar zo gaan afronden. Ja. Maar inderdaad, in het volgende webinar gaan we uitgebreid in van nou, de rapportages die je in deze module hebt samengesteld. Hoe kan ik nou zorgen dat ik daar een mooi dashboard van ga creëren? Ja. Dan kan je natuurlijk veel meer rapportages naast elkaar gaan zetten. Waar je misschien hier een rapportage een beeld geeft van het huidige jaar. Wil je misschien daarnaast ook een tabblad hebben met wat het vorig jaar was. Mm-hmm. En eigenlijk kan je heel veel combinaties en gave rapportages naast elkaar zetten in je dashboard. Ja. En daarnaast vraag je natuurlijk allemaal af wat een gecombineerde rapportmatrix is, toch? Kijk maar. Nee? Ook dat nog inderdaad heel goed, sorry. Bastiaan. We hebben inderdaad daarnaast bovenin, ik weet niet of jij dat nog kan laten zien. Tuurlijk naast kan het ik dat plusje laten. Om een nieuwe rapportagegroep aan te maken, een gecombineerde rapportagematrix. Dus ook daarin kan je weer gegevens die je in de diverse rapportages hebt aangemaakt, naast elkaar gaan zetten. Om inderdaad ook makkelijk vanuit Excel iets dergelijks nog weer je eigen analyses of communicatie te doen volgen. Ja.
Ook dat zullen we inderdaad in het volgende webinar benaderen. Weet jij uit je hoofd wanneer het volgende webinar is? Dat is natuurlijk een rotvraag, want ik weet het namelijk zelf niet uit mijn hoofd. Ja. Die is ook nog niet gepland, hè? Dat ga ik morgen plannen. Volgens mij moet hij ergens in maart gaan plaatsvinden. Ja. Hartstikke mooi. Hou de nieuwsbrief met LinkedIn community en dat soort zaken in de gaten dan. Ja, zeker. Ik breng je van de wijs, hè? Sorry. Ga verder met ja, nee, ik zit te denken wat ik nou wilde zeggen. Nee, ik wilde eigenlijk zeggen, ik zag net iemand ook die vroeg nog van, hè, hoe kan je eventueel nog met rapportages dat ook delen naar anderen? En ook daarin, ik weet niet of het al bekend is, maar je hebt een dashboard en een dashboard kan je ook delen via een URL. Dus ja, maak je een heel gaaf rapportage dashboard, dan kan je die uiteraard ook gaan delen via een URL. Maar ook dat zullen we nog even laten zien in het volgende webinar. Top, er waren geen vragen meer, Janine. Nee, dit, dit was hem. Nou, dan namens beide. Dank jullie wel voor jullie aandacht en tijd. Nogmaals, heb je vragen die tijdens dit webinar toch nog niet besproken zijn, gowebinar@otus.nl. En anders zien jullie heel graag bij een volgend webinar. Dankjewel, Bastiaan. Dankjewel, Janine. Hoi. Doei.